Hey mensen van mijn kanaal, wat vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ja, ik zit nog steeds in mijn lege kamer. Het is echt helemaal leeg hier, jongens. Jullie weten natuurlijk al dat ik op mezelf woon. En ja, er moet nou gewoon eenmaal veel gebeuren hier. Maar dat gaan we gewoon lekker nu niet doen. We gaan het vandaag namelijk onszelf leren kennen. Ja. Ik bedoel, ik vind mezelf nu eigenlijk best wel een vlogger. Ja, ik vind mezelf wel een vlogger. Dat is toch zo? Ik ben toch gewoon een vlogger nu? Maar heel veel mensen zeggen altijd tegen mij van, nee, je bent een gamer. Dus ja, ik weet gewoon niet wie ik ben. En daar gaan we vandaag achter komen, jongens. Laten we eerst even gaan raden hoe oud ik ben. Ja, mijn leeftijd. Beschrijf je voeding. Eet ik gezond, gevarieerd of het moet vooral lekker zijn? Ik eet best wel gevarieerd. Wat vind je van parties? Nou, ik vind parties meestal best wel lit. Dus ja, ik vind het geweldig, ja. Hoe zou je jezelf kunnen beschrijven? Onafhankelijk, dat sowieso. Altijd druk is niet waar. En vrij normaal is ook niet waar. Dus ik denk onafhankelijk. Ik ben gewoon lekker onafhankelijk van iedereen. Ik zit hier gewoon lekker op eigen kamer. Helemaal alleen. Zonder vrienden. Wat zou je nu graag willen doen? Een pizzaatje eten. Nou, daar heb ik nu even geen zin in, jongens. En ontspannen. Nee, daar heb ik ook helemaal geen zin in. Vrienden ontmoeten. Want ja, ik ben hier nog steeds helemaal alleen. Dus die doen we. Waar werk je het liefst mee? Met de hand. Nee, oké, sorry. Ik denk wel helemaal raar. Ik werk met mijn hoofd. Dat is gewoon. YouTubers werken altijd met hun hoofd. Gewoon concepten bedenken en dat soort dingetjes. YouTubers wegkomen niet. Oh ja, dat klopt. Tuurlijk. YouTubers doen helemaal geen zak. Was ik even vergeten. Maak je makkelijk nieuwe vrienden? Nou, je ziet het. Nee, wel kennissen, maar goede vrienden. Niet, want ik heb eigenlijk helemaal geen vrienden. Ik heb alleen maar mensen die me kennen. Dat is helemaal niet leuk. Oké, genoeg gelul. Laatste vraag. Laat je je graag fotograferen? Ja, geen probleem. Ik bedoel, selfies vind ik ook wel chill. Oeh, bereken het resultaat. Wat? Wij schatten je 16? Wij denken dat je ongeveer 16 bent. Gevangen in de wereld van volwassenen die je niet kunnen begrijpen en nog niet eens proberen. Hebben wij gelijk? Jongens, jongens, wat een gezeur dit. Ik ben gewoon bijna 19. Ja, bijna 19. Ik woon op mezelf in een appartement die mensen van 40 niet eens kunnen betalen, man. Jonge, jongen, schat mij dan niet van 30 of zo. Nou, deze quiz verpest me hele dag. Kom, we gaan door naar de volgende. Als je jezelf wil leren kennen, dan is het ook heel belangrijk om te weten wat voor kleur er bij je past. Want een kleur zegt heel veel over je leven. Als je namelijk de kleur grijs hebt, dan heb je een heel grauw en donker en scheidleven. Ja, daar komt het gewoon op neer. En als je bijvoorbeeld een mooi geel of roze kleurtje hebt, dan heb je ja, een mooi kleurrijk leven. Maar we gaan het gewoon doen. Let's go! Heb jij katten of juist honden liever? Wat maakt dat uit voor de kleur? Nou, in ieder geval, ik denk dat ik liever honden heb. Wat is je sterrenbeeld? Ik weet het niet. Ik ben dus geboren in december. Ik ben jarig in december, dus ik denk dat volgens mij is dat boogschutter, meen ik. Ben je meer een ochtend- of avondmens? Nou ja, ik bedoel, biertje steek ik meestal ochtend en in de avond weg. Dus ja, eigenlijk beide. Het ligt er heel erg aan bij mij. Hoe lang is het Chinees? Nee, hoe lang heb je nodig om je outfit in de ochtend uit te zoeken? 2 minuten? Ja, dat is niet lang. Welke zintuig is het meest gevoelig bij jou? Oh, dat is een pittig moeilijke. Eigenlijk heb ik geen flauw idee. Ik denk voelen. Ik bedoel, als iemand zo bij me doet, zit ik echt zo. Dat gebeurt toch nooit. En als het een keer gebeurt, dan is dat heel fijn, jongens. Voelen is denk ik wel net iets extremer of zo. Eigenlijk weet ik het niet, maar ik doe gewoon voelen. Boeien. Hoe zou jij jezelf beschrijven? Nou, behulpzaam zeker niet, want wie moet ik hier helpen? Ik zit hier helemaal alleen. Nieuwsgierig zeker, dromerig niet echt. Ik denk levendig of nieuwsgierig. En dan ga ik toch voor levendig, want kijk me dan. Bam bam, ik ben lekker levendig hier. Oké, welke afbeelding spreekt je het meest aan? Ja, mooi bossie. Ja, mooi bossie hoor. I can do it. Ik denk dat I can do it. Ik denk dat dat echt het best bij me past. Mijn doel is echt letterlijk om 1 miljoen views per vlog te halen. En dat is echt insane, want ik zit nu op 1 ton. En dat moet 10 keer zoveel zijn. Dat gaat ook nooit lukken. Maar dat is wel mijn einddoel. En ik zeg gewoon tegen mezelf, I can do it. Net als vrienden krijgen, zeg ik ook tegen mezelf, I can do it. Maar ja, je weet ook hoe dat is gegaan. Oké, I can do it in ieder geval past het beste bij mij. Hoe toon je aan dat je gelukkig bent? Ik lach veel. Ik lach op zich wel aardig wat, maar niet superveel. Ik ben rustig en gebalanceerd, dat ook niet. Ik heb veel energie en kan niet stilzitten. Nou, de helft van mijn tijd moet ik stilzitten. Dus ja, dat is het ook niet echt. Dit is echt oprecht een weet niet. Ik weet het niet. Oeh, de kleur jongens, de kleur. Wat voor kleur past er bij mijn leven? Kom op, ik ben zo benieuwd. Rood, ja. Voor de heetste inferno op de planeet bestaat natuurlijk deze vlammen. De kleur, je bent extreem gepassioneerd en je durft dat te zeggen hoe je hoofd deze kleur rood is voor jou gemaakt. Maar ik heb nog steeds geen vrienden. Maar in ieder geval die kleur rood. Ik ben er wel blij mee, jongens. Want rood is eigenlijk ook mijn lievelingskleur. Dus ja, dat komt heel mooi uit. Ja. Nou, heel erg veel mensen vinden me aardig. En daarom ga ik dus een test doen. Ben je werkelijk zo aardig als je denkt? Je wilt net in de bus instappen. Maar je ziet dan dat een persoon in een rolstoel dezelfde bus wil nemen als jij. Bied je hulp aan bij het instappen? Nou, iemand in een rolstoel zeker. Heb ik ook een paar keer gedaan. Maar bijvoorbeeld een zwangere vrouw. Dat vind ik altijd heel erg moeilijk. Dat durf ik letterlijk niet. Want ja, ze kan ook gewoon heel erg dik zijn. Ja, dat kan serieus. Daar ga ik gewoon niet op in. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Dat vind ik gewoon een beetje te eng eigenlijk. Maar voor dit zeker natuurlijk.
Je zit in een volle trein en moet nog een eind reizen. Een oude dame stapt in en alle stoelen zijn bezet. Bied je je plek aan? Een oude dame is ook een moeilijk verhaal. Die zou ik ook zeker wel op mijn plek laten, hoor. Als het er zielig uitziet, dan wel. Als ze gewoon zo erbij staat, zo van, yo, what's up, man? Dan denk ik zo van, oké, ja, nou, die is hartstikke gezond. Die kan lekker staan, jongens. Ik zit eindelijk, dus ik blijf zitten, maar... Oh, wacht, hier staat ook achterin zijn vast en zeker nog wel een paar plekken vrij. Ja, ik denk meestal, als iemand langs loopt, dan ga ik niet zeggen van, joh, ga hier maar zitten. Ik denk dat niemand dat doet. Dus achterin zijn vast nog wat plekken vrij. Nee, ik kies daar gewoon voor. Sorry. Als ik één keer zit, dan zit ik, hè. Je hebt een slechte dag en bent slecht gehumeurd. Op je weg naar werk, oftewel YouTube, stoot iemand tegen je aan. Hoe reageer jij? Als ik slecht gehumeurd ben, denk ik, dan laat ik dat dan niemand merken eigenlijk. Of tenminste aan vrienden, maar niet willekeurig iemand. Dus ik zeg gewoon vriendelijk dat het geen probleem is. Je staat bij de pinautomaat en ziet dat de persoon voor je niet als zijn geld heeft genomen. Zeg je er iets van? Ja, ik heb zelf genoeg geld, dus dat maakt me nog geen zak uit. Ik neem het geld en loop de ander achterna. Ze heeft niet zomaar geld gepind. Tuurlijk, hoppakee. Houd je de deur open als er mensen direct achter je staan? Ja, dat is niet bij mij vanzelfsprekend, want soms vergeet ik dat gewoon. Maar inderdaad vaak wel. En het is een kwestie van beleefdheid. Als ik echt toevallig iemand achter me zie, denk ik van, oh, ik hou de deur even open. Ja, dat is gewoon helemaal top, want ik probeer natuurlijk ook vrienden te maken, jongens. Je staat in de rij achter de kassa met een wagen vol. Achter je staat iemand met een pakje kauwgom in de hand. Laat je hem voor? Ja, die laat ik letterlijk altijd voor. Want zelf ben ik namelijk ook vet vaak een persoon die echt maar 1, 2 of 3 dingen heeft. En dan vind ik het zo fijn als ik even voor zo'n dikke kar wordt volgelaten. Dus ja, ik doe dat zelf ook altijd. Oké, het resultaat, jongens. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe ben ik wel zo aardig? Jij bent attent en beleefd. Dit ben ik, jongens. Die foto, dat ben ik. Ja, als je mij in het openbaar ziet, dan heb ik altijd zo'n gezicht. Attent en beleefd. En als ik echt heel attent ben, doe ik ook nog zo. Duimpje omhoog. Oké, jongens, de laatste quiz van vandaag. Let's go, we gaan weer beginnen. Ik weet al aardig veel over mijn leven, namelijk rood. Ja, rood is mijn leven. Hoe verslaafd ben jij? Ja, ik weet van mezelf dat ik totaal niet verslavingsgevoelig ben. Ik ben nog nooit verslaafd geweest aan gamen, aan eten, aan drank niet, aan drugs zeker niet. En al die dingen, ik ben nog nooit verslaafd ergens aan geweest, dus dat is super chill. Ik heb ook vrijwel nooit de neiging tot iets. Maar we gaan er toch even achterkomen, is dat wel echt zo? Je volgt een dieet. Je krijgt op het werk een stuk chocoladetaart aangeboden. Kun je het weerstaan? Nou, als je gewoon een dieet volgt en als je het serieus volgt, dan kan ik echt letterlijk alles weerstaan. Dan maakt het me geen zak uit. Als iemand dat naast je zet of zo, dan denk ik gewoon van nee, hoef ik niet. Ik heb een dieet. Dan kan ik het ook makkelijk afstaan en een stukje brood met niks erop eten. En dan... Water! Nee, toch bedankt hoor, ik hoef geen taart. Ik zeg dus gewoon gelijk, nee. Morgen geen chocolade voor jou. Chocola, ik eet nooit chocola. Want dan krijg je puisten van namelijk. En ik heb aardig wat puisten. Ik weet niet hoe dat komt, maar niet de chocolade, want dat eet ik nooit. Misschien moet ik het juist gaan eten, jongens. Vind ik goed hoor, maakt me geen zak uit. Je bent shoppen geweest en bent nu thuis. Wat past bij jou? Ik heb veel dingen gekocht, maar niet dat ik wat wilde. Ik heb slechts dat gekocht wat ik wilde. De 200ste sjaal was misschien onnodig geweest. Ben zuinig en kom vaak met minder dingen thuis dan gedacht. Ik ben best wel zuinig. Ik koop echt letterlijk wat ik nodig heb. En als ik echt... ik koop eigenlijk niks dubbel. Dus het is gewoon letterlijk het tweede. Hoeveel kopjes koffie heb je per dag nodig? Ten eerste, ik heb geen koffie nodig. Ik denk het soms alleen omdat ik het lekker vind. En ik denk ook niet van... Oh, ik moet cafeïne hebben. Water. Slechts 1-2 in de ochtend om wakker te worden. Ja, dat is best wel een goeie. Het internet is uit en je bent alleen thuis. Hoe voel je je? Nou, als het internet eruit ligt, kan ik lekker editen, want daar heb je geen internet voor nodig. Hey, toppie. Geen probleem, ik vind wel een bezigheid. Hoe is het met roken? Nou, ik ben niet roker, ik rook niet. Hoe ziet jouw werkweek eruit? Ik werk vaak over en werk soms zelfs in het weekend. Nou, overwerken, ik bedoel, ik ben de hele dag met YouTube bezig. Dat is gewoon echt een feit. Ik wil het liever geen werk doen. Ik bedoel, het is gewoon een hobby die ik zo vet vind en ik doe het heel graag de hele dag. Ik ben eigenlijk elke dag van 's ochtends tot 9 uur tot 's avonds 11 uur ben ik ermee bezig. En op eten na en dagelijkse dingetjes natuurlijk. Dingetjes bedenken, dingetjes voor de vlog doen. Daar zit gewoon de hele dag tijd in. En ik vind het gewoon super leuk. Eigenlijk is het overwerk en ik werk ook gewoon in het weekend. Dat gaat eigenlijk de hele week gewoon door. Maar ik vind het super vet, dus ik noem het niet overwerken. Maar ik klik wel erboven staan. Een leven zonder televisie, kun je dat voorstellen? Ja man. Wie kijkt de tv man? Gewoon YouTube jongens. YouTube, het games, hardware, leuke vlogs, leuke video's. Mijn leven zou zinloos zijn. Ja, mijn leven zou wel zinloos zijn zonder YouTube. Nou ja, men kan alles online volgen. Precies die. En dan de laatste vraag in deze quiz en tevens ook deze video. Een dag zonder sport kan ik me niet voorstellen. Nou, kijk, ik vind het wel chill om elke dag te sporten, maar elke dag, ik bedoel, één dag kan ik heus wel een keer skippen, tuurlijk wel. Dus hij zit eigenlijk een beetje tussen deze en deze in. Het is ook niet, ik doe het ongeveer 4-5 keer per week, zoiets. Dus die, hoppakee. Nou, we gaan even berekenen. Ben ik verslaafd of ben ik niet verslaafd? Je bent verslavingsvrij. Yes! Het lijkt net de uitslag van een SOA-test of zo. Van, yo, je bent SOA-vrij. Yes! Nee, dit had ik eigenlijk
eigenlijk ook wel verwacht. En hierbij wil ik de video afsluiten. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie op deze vlakken zijn. Hoe zit jouw leven eruit? Ben je grijs en grauw of ben je juist ook rood zoals ik? Ben je verslavingsgevoelig of niet? Laat dat dan zeker even weten. Ik ben heel erg benieuwd. Doe even een duimpje omhoog, jongens. Ik wil zoveel van deze duimpjes vangen op deze video. Zou ik heel erg leuk vinden. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal, want de vlogs komen natuurlijk aan. De artvideo's komen eraan. En dit soort video's komen er ook meer aan. Vind je trouwens dit soort video's leuk? Laat dat dan zeker even weten. En misschien doe ik het dan vaker, jongens. In ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.